de minares. Een fenomeen zo oud als de liefde zelf. Door alle eeuwen heen wordt het gespeeld. Het gevaarlijke spel met de liefde. Tegenwoordig gaat 1 op de 5 mannen vreemd en 1 op de 10 vrouwen. Maar of iemand daar echt gelukkig van wordt, valt nog te bezien. Zangeres Petra Berger bezingt verhalen van hartstocht en liefde, van wanhoop en jaloezie, verdriet en wraakzucht. Zoals in het nummer Messalina, waarin ze het levensverhaal vertolkt van de mannenverslindster Valeria Messalina. Aan het begin van onze jaartelling kreeg zij de Romeinse keizer Claudius in haar macht met haar sensualiteit. Zing over de emoties die komen kijken als je bedrogen wordt of als je zelf bedriegt in de liefde. Dus dat gaat heel ver van liefde en lust en passie tot wraakzucht en jaloezie en pijn en verdriet. Wat mij het meest in fascineert is dat op het moment dat je zoiets overkomt, je eigenlijk zo meegesleept wordt in die emotie. Dat iedere reden zeg maar een beetje naar de achtergrond verdwijnt. Het geweten van mensen vaak vervaagt. Op het moment dat je echt heel hevig verliefd op iemand bent, dan kun je wel weten dat het niet goed is om daaraan toe te geven. Maar dan is dat van minder belang dan dat gevoel van verliefdheid. Een van de liedjes gaat over Catharina de Medici. Een Franse koningin die getrouwd was met Henri II. En op het moment dat zij met hem trouwde, had hij ook al een verhouding met Diane de Poitiers. Een hele mooie vrouw. En zij moest natuurlijk wel als koningin zijnde zorgen voor het nageslacht. En het is een heel bizar verhaal eigenlijk, dat zij op een gegeven moment een gat in haar vloer heeft laten boren van de slaapkamer. Om in de slaapkamer beneden haar te kunnen kijken hoe Diane de Poitiers de liefde bedreef met haar man. Om zo te kijken hoe ze dan voor het nageslacht moest gaan zorgen. En dat is uiteindelijk gelukkig wel gelukt. Maar die vrouw is natuurlijk enorm geraakt en gekwetst. En voor haar is aan het einde van het leven van Henri de ultieme wraak gekomen. Toen hij op zijn sterfbed lag en letterlijk dacht te schreeuwen om zijn minnares, heeft zij besloten van nu heb ik de touwtjes weer in handen. En ze komt er niet meer in. En zij heeft dus zeg maar de kans ontnomen om echt afscheid van elkaar te nemen. En dat was haar uiteindelijke wraak. Ik kan me eigenlijk in allebei de rollen kan ik me inleven, de bedrieger en de bedrogene. Ik kan me heel goed voorstellen dat je op een gegeven moment geen weerstand kunt bieden aan een bepaald gevoel, een bepaalde passie voor iemand. En dat je daar dus gewoon aan toe moet geven gewoon op dat moment niet echt voor reden vatbaar bent voor jezelf en ook de consequenties niet eens meer ziet. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen hoe het voelt op het moment dat jij denkt dat iemand er 100% voor jou is en dat niet zo blijkt te zijn. Dat is natuurlijk ook een enorm moeilijk moment. Dat je dus eigenlijk met een illusie geleefd hebt. Het gevaarlijke spel met de liefde. Verleiden en verleid worden. Het inspireerde zangeres Petra Berger tot het schrijven van 13 liedteksten voor haar nieuwe album. Ik heb gekozen voor beroemde vrouwen, in ieder geval vrouwen die in de geschiedenisboeken voorkomen. Zowel de vrouwen die
die dus zeg maar actief als minnares hebben geleefd, maar ook vrouwen die daar slachtoffer van zijn. Om bijvoorbeeld te noemen Camille Claudel, die minnares was van Rodin in de kunstenaarswereld. Ik zou het heel mooi vinden als je op basis van liefde eeuwige trouw met iemand kan hebben. Maar ik denk dat het realistischer is om te denken, om in te zien dat iedere relatie toppen en dalen heeft. En dat op het moment dat je in een dal zit, dat het gewoon een bepaald risico heeft. Op het moment dat zich iemand anders aandient. Die iets wat jij mist op dat moment kan aanvullen. En ik denk daarbij dat het heel belangrijk is om ook trouw te zijn aan je eigen gevoel. Op het moment dat je met overspel in aanraking komt als minnares zijnde, heb je natuurlijk te maken met verliefdheid en met passie en met lust, met een overweldigend gevoel van verlangen. En ik denk dat was heel erg mooi om dat in de teksten te kunnen verwerken. En dat dan te koppelen aan vrouwen die bij iedereen tot de verbeelding spreken. Zoals een Camille Claudel en een Alma Mahler. Is misschien niet eens zo heel bekend bij heel veel mensen, maar dat was de minnares van John Lennon. Het bijzondere van haar verhaal is dat Yoko Ono haar zelf gearrangeerd heeft voor haar man, omdat zij voelde dat haar relatie in het slop zat met John en zij graag toch de controle wilde houden over hem. Dus zij heeft zelf May Pang naar voren gedragen en gezegd van joh, ga jij een jaartje met John je gezellig vermaken. Dat is gebeurd en wat ze niet had verwacht was dat het echt een hele intieme, gepassioneerde relatie werd. Dus op een gegeven moment toen ze dat door had, had ze wel iets van nu is het leuk geweest na een jaartje, nu wil ik hem weer terug. En het bijzondere is dat John Lennon dat heeft gedaan. Die heeft May Pang aan de kant gezet, tot verdriet van May Pang uiteraard, en heeft hem weer teruggekregen.